BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Simon Sipma, bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Ook Gazelle, FD Gazelle. En is hier voor een blik op de beurs. Koen, deze uitzending begon met een gesprek over bol.com. We hebben een fietscourier overgenomen. Hoort daar eigenlijk achteraan eindelijk? Nou, ik denk wel dat het tijd werd voor Bol om ook na te denken over, hè, zoals we de topman ook hoorden zeggen, de vergroening, de weg naar uiteindelijk nul CO2. Want het is geen geheim dat Ahold, de huidige eigenaar van Bol naar de beurs wil gaan brengen. Ja, dan gaan beleggers ook kijken naar wat is je totale footprint. En in dat laatste stuk kon behoorlijk wat verbeterd worden. En het is dus ook goed nieuws dat ze dat nu gaan doen. Goed, dan gaan we naar ander nieuws. Misschien wel minder goed nieuws voor Biden. Joe Biden, president van de Verenigde Staten, stond bij jullie allebei op het lijstje. Ik begin bij jou, Simon. Het Build Back Better project heeft een flinke kras opgelopen. Op zijn minst opvallend. Ja, dat viel mij gisteravond ook op toen ik het op tv zag. Wat ik er ook wel bijzonder aan vind, is dat het eigenlijk het fundamentele onderdeel van het verkiezingsprogramma van Biden was. Met daarin eigenlijk de hele sociale hervorming voor Amerika, die daar denk ik ook heel erg nodig is. Op alle terreinen, minima, armoedebestrijding, maar ook duurzaamheid. Dus het is een heel groot pakket. Wat al een beetje uitgekleed was. Want het ging eerst om 3100 miljard, geloof ik. Inmiddels is het nog 1750 of 1900. En dat dan één senator erover twijfelt om daarvoor te stemmen. Sterker nog, hij zegt volgens mij dat ik tegen wil gaan stemmen. Dan ook nog een democraat. Afkomstig uit West Virginia. Een heel dun bevolkte staat. Met nog veel natuurlijke hulpbronnen volgens mij. En dat die dan in staat is om dit eigenlijk te gijzelen. Ik heb wel een soort positief gevoel dat Biden, die natuurlijk al heel erg lang gepokt en gemazeld is in de Amerikaanse politiek, in staat moet zijn om dit te organiseren. Maar is dit niet ook de eventuele consequentie van hoe het democratisch is ingericht? Nou, ik vind het wel een bijzonder fenomeen dat dat in zo'n land kan gebeuren. Maar als een kabinet in Nederland geen meerderheid krijgt in de Tweede Kamer, is er hier toch ook een probleem? Kijk, wat je in Nederland ziet is dat wij veel meer gewend zijn aan een meerpartijenstelsel. Zeker de laatste 5 à 10 jaar moeten regeringen ook echt zoeken naar meerderheden in de Tweede Kamer en vaak ook in de Eerste Kamer. Ja, dus wij zijn daar veel meer aan gewend. Dus zo'n gijzelingssituatie kom je hier eigenlijk niet tegen. Ik vind het stoort me er ook wel wat aan, omdat het ook het sociale hervormingsprogramma van Biden is. En ik weet hoe belangrijk het werk van de sociale verzekeringsbank is voor, zeg maar, een groot deel van de bevolking die afhankelijk is van onze uitkeringen. Bijna 5,5 miljoen burgers in Nederland. Dus dit is gewoon heel fundamenteel voor je welvaart in je land. En ook voor je gevoel van welbevinden. Nou, Koen, het was ook tamelijk fundamenteel in die hele verkiezing van Joe Biden. Hij ging het allemaal anders doen. En daar was ook een forse rekening aan verbonden. Er waren ook economen die zeiden, nou, dit is wel heel erg veel. Dit doet wel een heel groot beroep op de overheidsfinanciën. Nu lijkt het er toch niet van te komen. En als het ervan komt, op een heel andere manier. Wat doet dat ook met de economische verwachtingen die jij bij de Verenigde Staten hebt? Nou, kijk, als dit niet doorgaat, dit was wel ingeprijsd, hè, dat dit zou gaan gebeuren. En dat dan zo'n democraat notabene in het weekend aangeeft dat het wat hem betreft niet gaat gebeuren. En dat was wel een cruciale stem. Ja, dan moet je die verwachtingen bijstellen. En dat zie je dan ook gebeuren. We hadden een voorschot genomen op meerdere dingen op de beurs. Hè. Een voorschot op, het zou met de COVID op zich redelijk goed gaan. Een voorschot op het rentebeleid. Het gaat dusdanig zijn dat we een paar renteverhogingen gaan krijgen volgend jaar. En ook op het Build Back Better programma. En dat daar dus op eigenlijk al die drie onderdelen, het een ook wel een gevolg van een ander, want de rente zal niet gaan stijgen als we langer in lockdowns blijven. Of in ieder geval minder snel gaan stijgen. Ook in de Verenigde Staten, Powell heeft natuurlijk aangekondigd uit te gaan van 3 renteverhogingen volgend jaar. Dat staat alweer ter discussie. Nou ja, kijk, dit was eind november. Toen hadden we nog net geen Omicron. En nu is Omicron de dominante variant ook in de Verenigde Staten. En dat betekent, Biden die gaat een toespraak houden later vandaag. Mogelijk ook over het Build Back Better programma. Maar zeker ook over Omicron en alle gevolgen die dat heeft.
datgene wat we verwacht hadden. Nieuwjaar vieren op Times Square staat nu ter discussie. Dus dat betekent ook dat het hele programma van Powell geënt op, we krijgen inflatie omdat het economisch heel erg goed gaat. Als we nu economisch weer even in een periode gaan van spreekwoordelijke winter, ja, dan zal die ook die renteverhogingen gaan uitstellen. En dit geeft ook die onzekerheid aan. Hè. Tegelijkertijd die senator, waar we het net al even over hadden, ja, die heeft zondagavond, dus nadat hij bekend had gemaakt dat hij tegen ging stemmen, ook weer vrij lang gesproken met Joe Biden. Dus het kan ook best zijn dat dit een hele diepe onderhandeling is. Diep, omdat hij komt uit West Virginia. Virginia is toch ook een swing state. Heel erg afhankelijk van mijnbouw, van kolen. Dat zijn traditioneel Trump-aanhangers. Met de midterm elections voor de deur kan dit ook een onderhandelingstactiek van die ene senator zijn binnen de Democraten, die gaat zeggen, jongens, Biden, ik heb het een en ander nodig van je om dadelijk in power te blijven. En dit is mijn moment om dat naar voren te gaan trekken en straks mijn re-election veilig te stellen. Dus het is nog geen gelopen race. Het kan ook zijn dat Build Back Better dadelijk toch weer terugkomt. In een iets afgeslankte of iets aangepaste vorm. Dat is al het geval, hè? Want het is al behoorlijk afgeslankt, zoals net aangehaald. We gaan even terug naar eigen land, want de Nederlandse Bank kwam gisteren met ramingen. Die zagen er op zich nog positief uit, wel met een piekende inflatie, dik boven die 2%, 3% de komende 2 jaar. Maar er werd ook het een en ander gezegd over het steunprogramma en misschien wel in het verlengde daarvan de personeelstekorten. Simon, dat is ook iets waar jij mee te maken hebt, misschien zelfs wel binnen de SVB. Nou ja, je ziet gewoon dat de arbeidsmarkt steeds meer gaat knellen. En ik verwacht ook dat knellen de komende jaren de sectoren gaat bereiken die er nu nog niet zo vreselijk veel last van hebben. We hebben het afgelopen jaar honderden mensen aangenomen voor ons administratieve financiële proces, voor onze dienstverlening. En dat lukt nog vrij goed. Maar ik denk dat zich ook gaat verplaatsen naar onze sectoren. Dat wat je in de zorg, bij de politie, allerlei technische sectoren al ziet, dat zal zeg maar een breder probleem gaan worden. Je zag het ook al in de afgelopen mediatijd in de aandacht krijgen. Er is geld gereserveerd in het kabinetsakkoord, het regeerakkoord moet ik zeggen. Maar je moet het uiteindelijk natuurlijk ook met mensen voor elkaar zien te krijgen. Dus ik verwacht ook dat we moeten gaan voorbereiden op het intensief werven van arbeidskrachten, ook bij de SVB. Op dit moment is dat nog niet een probleem, lukt ons dat nog goed. Maar we voorzien ook dat we de komende jaren echt honderden mensen nodig hebben. Maar wat zegt het dat ook Koolmees en Remkes bij de presentatie van dat akkoord al zeiden, realisme. Er staat een hoop in dat regeerakkoord, maar het moet ook nog wel worden uitgevoerd. En dan heb ik het niet alleen maar over de technische kant, maar er moeten er nog mensen zijn. Eigenlijk nemen ze al een voorschot op de problemen. Nou ja, ik vind het een gezond realisme en ik ben ook positief over het regeerakkoord, want je ziet dat daarin vooral het wat en het waarom wordt beschreven en niet het hoe. Dus dat betekent dat er ook nog ruimte is om in gesprek te gaan met die uitvoeringsorganisaties die dat hoe moeten gaan uitvoeren, om te kijken wanneer we wat kunnen uitvoeren. En dat geeft ook tijd en ruimte om een goede afweging te maken. Dus hebben we genoeg mensen en hebben we genoeg middelen om het te doen? En hoeveel ruimte hebben we dat om naast de bestaande taken die we meestal al moeten uitvoeren, om dat gewoon goed te doen? Kijk naar het nieuwe leenstelsel, een grote politieke wens die er nu ook in staat. Maar de datum waarop het wordt ingevoerd is echt in overleg met de uitvoeringsorganisatie DUO ook afgestemd. Dat vind ik gewoon een heel goed teken dat we de goede kant aan het opgaan zijn. Maar de opgave voor de komende jaren is heel erg groot en geld alleen zal niet genoeg zijn. Tijd en ruimte en duurzaam inrichten in de uitvoering vind ik ook heel belangrijk. We vliegen nog heel eventjes naar de andere kant van de wereld. Koen, voor een kort smakelijk nieuwtje uit Japan. Of, het is helemaal niet zo smakelijk, er is een tekort aan friet. Ja, Japan, McDonald's, geen french fries meer. Want ja, Japan moet die aardappels importeren, dus McDonald's ook. En dit is een direct gevolg van alle supply chain problemen. Dus Japanners eten dit jaar geen friet met kerst. Koen Bender, dankjewel. Tot volgende week, neem ik dan zomaar aan. Van Mercuris Vermogensbeheer zometeen.